De laatste week hebben we best wel veel nieuwe abonnees op het kanaal en ook veel nieuwe mensen in onze Discord-chat. Ja, ik dacht dat ik al best wel veel video's erover had gemaakt, maar misschien sluit het niet helemaal aan bij wat mensen willen of zijn ze gewoon op zoek naar één video waar eigenlijk het meeste in wordt verteld. Dat hoop ik met deze video te bereiken. Want met deze video wil ik verschillende aanbieders laten zien en een strategie of een methode zoals ik hem zou toepassen wanneer ik opnieuw zou beginnen met beleggen dus. Dingen die ik inmiddels heb geleerd, waar jij misschien iets van kunt leren. En we richten ons dan ook op maandelijks beleggen. Dus stel elke maand beginnen met 50 euro of 100 euro in de maand inleggen. Waar zijn dingen die je op moet letten, waardoor je kunt zorgen dat je eigenlijk extra rendement maakt, omdat je je kosten wat lager houdt. Nou, dat wil ik in deze video allemaal gaan behandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen en passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, vergeet je dan vooral niet te abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar maandelijks beleggen. Nou komen in deze video verschillende aanbieders aan bod en ik zal alle informatie en alle links trouwens onder deze video plaatsen. Als je nou gebruik maakt van die links, dan krijg ik ook daar een vergoeding voor. Het kost je dan zelf niks extra's, alleen je steunt op deze manier wel het kanaal en kan ik dus deze video's blijven maken. En aan het einde van deze video krijg je trouwens nog een link, een tip eigenlijk voor een bonus van 100 euro, dus zeker blijven kijken. Maar zoals gezegd gaan we ons in deze video dus richten op mensen die beginnen met beleggen, met maandelijks beleggen, met misschien 50 euro, misschien 100 euro in de maand, in ieder geval de eerste stappen willen nemen. Nou, er zijn eigenlijk 3 aanbieders die bijna iedereen wel gebruikt. Bekende namen en die ik ook aanraad aan beginners, omdat juist elke aanbieder weer zijn eigen voordeel heeft en juist door de combinatie van deze 3 denk ik dat je best wel een goede stap kunt maken. Het eerste wat ik dan vaak aanraad is Bink Forward. Dat is een product van Bink en hierbij kun je je geld laten beleggen. Dit is natuurlijk heel erg passief, dus je hoeft er zelf niet de kennis voor te hebben en toch kun je al profiteren van en rendementen maken van de beurs eventueel als het goed gaat. Dus het is heel erg makkelijk om in te stappen. Dit is vooral interessant wanneer je al wel het geld hebt, maar dan niet de kennis om te gaan beleggen. Dan kun je dus je geld naar je eigen rekening bij Bink Forward overmaken. Tijdens de aanmelding maken ze een profiel op basis van welke risico's jij bereid bent te nemen. Hoe ver jij vooruit kijkt, kijk je 10 jaar vooruit, kijk je 30 jaar vooruit. Daar komt een profiel uit en volgens dat profiel gaan ze vervolgens voor jou beleggen. Dus je hoeft alleen maar geld over te maken en de rest wordt voor jou geregeld. Afhankelijk van het risico dat je bereid bent om te nemen is natuurlijk ook het rendement verschillend. Als we nou gaan kijken bijvoorbeeld naar het hoge risico voor mensen die eens nog lange tijd ver vooruit kijken, dan is het 90% aandelen. En als we daar dan kijken de laatste 3,5 jaar, dan zagen we daar ongeveer een rendement van 29%. En dit rendement had je dus ook kunnen halen als je een Bink Forward rekening had gehad. Dus je hoefde alleen het geld over te maken en zij gingen het voor jou beleggen. Als je nou meer informatie wilt hebben over Bink Forward, ik heb daar een hele review over gemaakt over het hele product, omdat ik daar zelf ook klant ben. Ik heb daar zelf een portefeuille van ongeveer 13.000 euro nu. Ook al heb ik dus meer ervaring, ik blijf nog steeds daar zitten. En al die informatie daarover zal ik trouwens in de video hier allemaal uitleggen. Dus de link daarvan vind je trouwens ook onder deze video. Dan kun je alles nog eens rustig nalezen of nakijken. Nou klinkt dat natuurlijk best wel mooi, dat je gewoon geld overmaakt, het wordt belegd voor jou en je krijgt een rendement terug. Nou is het de laatste jaar ook goed gegaan op de beurs, dus dat kan ook wel. Maar natuurlijk vragen zij voor deze service ook een vergoeding, want zij maken ook kosten, zij besteden er tijd aan. En dat is bij Bink Forward dan 0,76%. Nou is 0,76% niet heel erg als je net begonnen bent en je doet maar 50 euro of 100 euro in de maand en je doet dat de eerste paar jaar misschien zelfs nog wel, dan zijn die kosten op zich nog niet zo erg. Het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer je bijna een procent gaat afstaan en je vermogen een stuk toeneemt, misschien 50.000 euro, 100.000 euro, dan zou je misschien naar andere opties kunnen kijken, maar dat hangt natuurlijk ook sterk samen met de kennis die je hebt. Zoals gezegd, als je gewoon totaal geen kennis hebt en eigenlijk zo min mogelijk tijd aan wil besteden, dan is dit een perfecte keuze. Maar als je nou meer kennis of ervaring hebt opgedaan en je bent misschien op zoek naar specifieke fondsen, ETF's, specifieke aandelen, of je wil gewoon een gedeelte van je belegd vermogen tegen lagere kosten beleggen, dan zijn er natuurlijk andere aanbieders waarbij je meer zelfwerk moet gaan doen. En de bekendste daarvan is denk ik wel de Giro. Dit is een zeer bekende Nederlandse broker en ik denk dat bijna iedereen in onze Discord chat wel een account heeft bij de Giro om aandelen of indexfonds of ETF's of zo te kopen. Hoe komt het nou dat bijna iedereen voor de Giro kiest? Nou, dat is denk ik wel te verklaren als je gaat kijken naar hun tarievenpagina. Want daar zeggen ze zelf al beleggen tegen ongekend lage tarieven. En zeker als je gaat vergelijken met andere aanbieders en dan vergelijken hun zich vaak met banken, dan zul je zien dat je voor dezelfde transactie bij de Giro vaak veel minder geld kwijt bent.
veel minder kosten maakt. En dat is natuurlijk al de eerste besparing die je hebt. En zorgt dus uiteindelijk voor dat je meer geld gaat opleveren, meer rendement maakt op de lange termijn. Maar een tweede grote voordeel van de Giro is hun kernselectie. Dit is een selectie, een verzameling van aandelen of indexfondsen, ETF's, die je gratis kunt kopen of verkopen gedurende een maand. Je moet aan enkele simpele voorwaarden voldoen. En daar heb ik ook een uitgebreide video over gemaakt. Ik zal hem hier onder deze video linken. Het komt er in het kort op neer dat je je eerste aankoop van een bepaald aandeel in dat fonds, in die selectie, is altijd gratis in de maand in dezelfde richting. Dus of aankoop of verkoop. Mocht je nou dat vaak willen doen, dan moet je wel meer dan 1000 euro gebruiken. Maar dat is vaak met beginners nog niet het geval. Maar het is vaak voor beginners dus best wel interessant, deze kernselectie, omdat er goede indexfondsen staan, waardoor je automatisch spreiding hebt, die je dus zelfs nog kosteloos kunt aan- of verkopen. Zoals gezegd moet je hier wel het werk zelf doen. Dus je moet zelf een fonds of een aandeel kopen. En dat was bij BankForward, dus werd dat voor jou gedaan. Maar omdat je dit zelf doet, kun je wel op de kosten besparen. Nou, gaan we kijken naar bijvoorbeeld aandelen kopen. Dan kiezen we het aandeel van ING. Dan zien we dat dit aandeel op dit moment op 9,08 euro stond. En dat je het kunt kopen, zeg maar, voor 9,12 euro. Dan zou ik dat doen als een limietorder. Wanneer je dan één aandeel zou kopen, komen er kosten bij. En die zijn 2 euro. Dit zijn vaak de standaardkosten die bij komen kijken wanneer je een aandeel koopt. Nou, stel we zijn 50 euro in de maand, dan hebben we dus eigenlijk geld om 5 aandelen te kopen. 5 keer 9,12 euro is 45,60 euro. Maar als je dan kijkt, die 2 euro kosten, is eigenlijk 4,3% kosten die je maakt op die transactie. Dus alhoewel 2 euro eigenlijk laag is qua kosten, zie je dat wanneer je dus ongeveer 50 euro in de maand gaat aandelen kopen, zeg maar, dat dan de kosten relatief gezien best wel hoog zijn, met iets meer dan 4%. En het liefste willen we natuurlijk de kosten zo laag mogelijk houden. Nou, een van die manieren is om te zorgen dat je meer geld investeert op hetzelfde moment. Dus misschien kun je beter een maand wachten tot je 100 euro hebt. Want kijken we naar die situatie bij 100 euro, dan zul je zien dat we ongeveer 11 aandelen kunnen kopen tegen die koers van 9,12 euro. Want dan zijn we 100 euro en 32 cent kwijt. De kosten zullen nog ongeveer 2 euro zijn. Per aandeel betaal je iets meer, maar dat is eigenlijk verwaarloosbaar. Dus zeg maar 2 euro. En dan zul je zien dat de kosten die je dan procentueel maakt zijn gedaald naar 1,9%. En dat wil zeggen dat je dus in dit geval net geen 2% de koers omhoog hoeft te gaan om key te spelen. Terwijl dat van tevoren nog meer dan 4% was. Dus op die manier, door die simpele aankoop misschien op te sparen, kun je al besparen op je kosten en dus uiteindelijk een beter rendement zorgen op de lange termijn. Maar zoals gezegd is er ook de kernselectie. En dan is het vooral interessant dat we daar indexfondsen gaan zoeken die vaak goedkoop zijn om te beheren. De kosten zijn laag dus. We hebben goede spreiding wereldwijd vaak. En als we dan bijvoorbeeld naar enkele favorieten binnen onze Discord chat gaan kijken van die kernselectie, dan komt daar ten eerste het Vanguard fonds VWRL naar voren. En dit is een fonds wat wereldwijd eigenlijk aandelen bevat. Dus meer dan 3000 aandelen zitten er geloof ik in. Dus je hebt een heel erg goede spreiding. Maar ook een heel erg bekend fonds is het S&P 500 fonds van Vanguard. Met tickersymbool VUSA. En die is dan juist weer gericht richting de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Die zitten dan in het ene fonds. Dus op die manier zijn beide dus fondsen die je kosteloos kunt kopen als je aan de voorwaarden van de kernselectie voldoet. Dus op die manier kun je eigenlijk je kosten zelfs naar beneden brengen, naar het nulpunt, als je aan die voorwaarden voldoet. En zou je elke maand dus op deze manier deze fondsen kunnen kopen. En juist dus omdat ze in de kernselectie zitten, maak je geen kosten. Dus heb je weer die 1,9 of 4,3% van het vorige voorbeeld met die aandelen eigenlijk bespaard. En heb je dus dat al aan rendement geboekt eigenlijk. Ik heb al eerder video's gemaakt over zowel de Giro als een hele review, als over specifiek de kernselectie. En die vind je trouwens ook onder deze video weer in de beschrijving. Daar vind je trouwens ook de link om je eigen aan te melden bij de Giro. En dan komen we automatisch bij de derde broker uit. En dat is FlatEx. Dit is een nieuwe aanbieder op de Nederlandse markt. Wel al een hele grote speler in Duitsland bijvoorbeeld. Maar sinds enkele maanden zijn ze dus nieuw in Nederland. En juist ook omdat ze nog steeds extra klanten willen hebben, hebben ze nog steeds een welkomstbonus. Die hadden ze eigenlijk vorige maand al. Maar ook deze maand in september staat die nog steeds op hun website, dus dat je je eigen aanmeldt en je hebt je eerste aandeel gekocht, dan ontvang je 100 euro bonus. Dus als je je eigen daarvoor wil aanmelden, zoals gezegd, een link vind je onder deze video. En FlatEx heeft dan ook enkele andere voordelen ten opzichte van de Giro. En dat is de reden dat ik ze ook allebei gebruik en ook jou aanraad om ze te gebruiken. En de eerste daarvan is dat je aandelen kosteloos kunt kopen. Want als je naar hun tarievenpagina zult gaan, dan zul je eigenlijk zien dat de meeste voorbeelden, aandelen, fondsen, ETF's, allemaal kosteloos te kopen zijn. En dit komt omdat ze gebruik maken van een andere beurs, genaamd TradeGate. En daarachter zit ook weer een ander verdienmodel achter. En juist omdat ze van deze beurs gebruik maken, is het verstandig om een paar dingen
rekening mee te houden wanneer je aandelen koopt. En de belangrijkste daarvan is eigenlijk dat je een limit order gebruikt, zodat je de prijs vastzet. En dat je het koopt gedurende de openingstijden van de beurs. Dus misschien wil je een aandeel wat op de AEX staat, doe het dan tijdens de openingstijden van de AEX. En het liefst een beetje in het midden, niet bij het begin of bij de sluiting. Of bij een Amerikaans fonds, alleen zijn dat andere tijden. Maar hou daar in ieder geval rekening mee met de openingstijden. Meer informatie daarover vind je trouwens ook weer in een video. Ik zal hem hier even linken over FlatEx. Het komt erop neer dat je op een paar punten moet letten. En dat kost misschien iets meer tijd. Maar het voordeel is dat je juist aandelen of fondsen kunt kopen die je bij de Giro weer niet kunt bereiken. Dit komt natuurlijk omdat ze een Duits bedrijf zijn in plaats van een Nederlands bedrijf. En ze een andere beurs gebruiken. Want in Nederland moet een fonds Nederlandse documentatie beschikbaar hebben. Maar omdat het eigenlijk een Duits bedrijf is, kun je dus dit voorkomen. En kun je dus fondsen kopen die eigenlijk overal ter wereld te koop zijn, behalve in Nederland, omdat die Nederlandse documentatie ontbreekt. Dus als we gaan kijken, bij FlatEx kun je kosteloos je aandelen kopen, want zij hoeven het niet aan jou te verdienen. Maar houd dus wel rekening met de koers. Gebruik een limit order. En doe het tijdens de openingstijden, dan heb je eigenlijk de meeste risico's wel afgedekt. Dan heb je in ieder geval precies voor de prijs die jij bereid bent te betalen, krijg je jouw aandeel. En waar de Giro dus toch kosten in rekening bracht voor de aankoop van een aandeel van ongeveer 2 euro, heb je dat bij FlatEx niet. En heb je dat eigenlijk dus al dat weer bespaard. En zoals gezegd, die 2 euro op misschien 50 euro in de maand is toch ongeveer 4% die je op deze manier kunt besparen. En met ETF's en fondsen is het dus zo dat je juist een andere selectie hebt. Misschien komen ook wel dezelfde fondsen in voor. Dan is het een beetje kijken van waar is het nou het slimst om het te kopen. Valt die binnen de kernselectie, dan is de Giro waarschijnlijk wel aan te raden. Is dat nou niet het geval? Of is die überhaupt niet te koop via de Giro? Dan kun je altijd kijken bij FlatEx. Nou, ik had dat bijvoorbeeld bij het fonds van een cannabisfonds, het Alternative Harvest Fonds. Nou, heel veel cannabisbedrijven zijn wel via de Giro te koop, maar het fonds bijvoorbeeld dan weer niet. En dat is dan weer een voordeel aan FlatEx. Daar is het fonds juist wel te koop. Dus via dat fonds heb je in één keer 10, 12 cannabisbedrijven in één eigenlijk. Dus kijk ook vooral welke producten aanbieders aanbieden en wat de verschillen zijn tussen deze producten bij verschillende aanbieders. Want zo kun je dus aan de ene kant kosten besparen of überhaupt een aandeel kopen wat de ander niet heeft. Nou, meer informatie over FlatEx, zoals gezegd, vind je ook onder deze video in de links. En dan komen we aan bij een samenvatting van deze video, want ik wil het nog even compact samenvatten. Nou, ten eerste zul je dus zien dat er verschillende vormen van beleggen zijn. Aan de ene kant heb je laten beleggen, zoals Bink Forward, of je gaat zelf beleggen, zoals bij de Giro of bij FlatEx. Het hangt een beetje af van waar je voorkeur naar uitgaat. Maar zeker als beginner zijnde zonder kennis is bijvoorbeeld laten beleggen heel erg interessant. En gedurende de tijd dat je meer ervaring, meer kennis opdoet, kun je telkens een gedeelte van je belegd vermogen bijvoorbeeld zelf gaan beleggen. Op die manier kun je dus kosten besparen, kun je specifieke aandelen of fondsen kopen. Dan heb je iets meer controle over je eigen beleggingen eigenlijk. We hebben in deze video 3 aanbieders besproken en je zag dat eigenlijk elke aanbieder een eigen tactiek heeft die je daartoe zou passen. In ieder geval zo zou ik het doen. Dus elk aanbieder heeft zijn voordelen en daar kun je dan optimaal gebruik van maken. Dus de combinatie van verschillende aanbieders kan waarschijnlijk zorgen voor de beste combinatie en beste resultaat voor jou. Maar waar je als beginner op moet letten wanneer je dus maandelijks 50 of 100 euro gaat investeren, is juist die kosten. Probeer die zo laag mogelijk te houden. Als je nog geen kennis of ervaring hebt, laat het dan beleggen tegen 0,76% per jaar en neem die kosten voor lief. Zorg in ieder geval ervoor dat je het ondertussen bijleert en ga dan kijken, ga ik aandelen kopen of ga ik fondsen kopen en waar kan dat het goedkoopst, zodat ik uiteindelijk de minste kosten maak en dus op lange termijn het meeste rendement haal. Maar waar het er vooral om gaat is dat je gewoon moet gaan proberen. Wat ik in deze video vertel is zoals ik het zou doen. Misschien denk jij daar anders over. Maar het is gewoon belangrijk dat je gaat beginnen. Misschien maak je fouten, maar dat is op zich niet erg, zolang je maar leert van je fouten. En zeker op dit moment, wanneer je nog maar maandelijks een paar tientjes inlegt en je vermogen nog niet zo heel hoog is, dan is het niet zo erg als je een keer een fout maakt en misschien 5 of 10% verlies, ik noem maar iets, dan zijn dat niet zo'n hele grote bedragen. Zorg in ieder geval ervoor dus dat je dan iets leert, dat je die kennis die je dan opdoet gebruikt voor de toekomst, dat je die fouten in de toekomst niet maakt. Het hangt dus best wel van jezelf af, maar zo zou ik het in ieder geval toepassen. En ik hoop dat ik nou ook veel informatie en verschillende aanbieders in één video heb ondergebracht, dat het dan iets duidelijker is waar de ene voordeel heeft, waar de andere voordelen heeft, dat je het misschien kunt combineren naar jouw situatie. Vond je het nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef een duimpje omlaag en laat dan de reacties weten wat je goed vond of minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar een volgende video. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, zoals gezegd, onder onze video kun je natuurlijk reageren en dan vind je ook de link naar onze Discord chat waar we bijna 400 mensen over dit soort onderwerpen praten. Dus misschien heb je nog vragen naar aanleiding van deze video. Stel ze dan daar, dan is er vast wel iemand die jou kan helpen.
en je bent nog steeds aan het kijken, dus het is waarschijnlijk een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik dan hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video, zeker wanneer je het belicoontje aanklikt. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.